Hallo allemaal, het is de tweede keer dat ik iemand in het zonnetje mag zetten. Vorig hebben we Marion in het zonnetje gezet en vandaag gaan we Mijntje in het zonnetje zetten. Ik heb namelijk een mailtje gekregen van Jip, 9 jaar oud, en die heeft Mijntje opgegeven. Mijntje is namelijk een vriendin van de moeder van Jip en staat altijd voor iedereen klaar. En ondanks haar ziekte had ze een eigen winkel waar ze gratis kleding weggaf aan mensen die het wat minder bedeeld waren. Nou, zo iemand moeten we toch in het zonnetje zetten. Nou, dat ga ik nu doen. Het leuke is, Mijntje weet natuurlijk nog van niks. We gaan er nu even naartoe. Hoi. Hoi, Mijntje. Hoi. Hoi. Ik wilde dit jaar wat mensen in het zonnetje zetten. En had ik gezegd via mijn social media, wie mag ik in het zonnetje zetten? Toen bekeek ik een mailtje van Jip. Nee. Oh. En Jip die stuurde mij, als je nou iemand in het zonnetje moet zetten die het echt verdient, dan is het Mijntje. Oh. Dat is heel lief. Dus de vraag of je met ons mee wil. Ja, zeker. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, kijk, dan zie je alvast weer. Oh, Jip. Oh. Leuk, hè? Ja, zeker. Ja. Nou, om de tas. Ja. Pak de tas aan. Oh, super. Yeah. Wordt door Jip in het zonnetje gezet en die heeft Enzo benaderd en die heeft een aantal redenen opgegeven waarom jij in het zonnetje gezet moet worden. En Enzo heeft iets leuks bedacht om de dag dan op een hele leuke manier invulling te geven. Ik wou haar verrassen omdat ze heel aardig is voor mensen en ze is ook heel erg ziek en ze, ja, daar zeurt ze eigenlijk nooit over. En ze heeft ook een winkeltje gemaakt voor mensen die niet zoveel geld hebben en dan konden ze daar gratis kleding halen. Ik vind Mijntje helemaal super omdat ze ook allemaal andere leuke dingen voor andere mensen doet. Het betekent heel erg veel voor mij en ja, ik heb gewoon heel veel fijne mensen om me heen. Dat merk ik in alles en dat is de wil om te leven, maakt het zo erg veel sterker en om door te gaan. En ja, Jip, dat is echt dat hij dat gedaan heeft, dat vind ik helemaal super apart. Ik heb altijd vanaf het begin af aan een hele speciale band met die jongen gehad. Maar ik weet nu ook waarom ik die heb. Het is fantastisch. Tot zondag, ik hoop dat je van dag genoten hebt. Ja, echt fantastisch. Zo te zien dan. Ja, echt helemaal. Nog een aardigheid met woontjes. Oh, heel erg fijn. Alsjeblieft. Dankjewel. En dan ben je namens Jip. Ja, maar ook jij, hè? Hallo dan. Ja. Jij en je zoon. Ik bedoel, dat zeiden we net allemaal, hè? Echt fantastisch. Ja, leuk. Ja, leuk.